We gaan niet werken met de gaschromatograaf. Even de computer aanzetten. Met jouw computer. Ook niet echt een flatscreen. Oh ja, dan moet ik nog even de interface aanzetten. Dat zit hierachter. Moet ik van of moet ik hem op omzetten? Ja, dit kun je uitschrijven. Ja, die aan. Dit is dan de gaschromatograaf. En dit is de kolom. Dat zit hier aan de rechterkant. Die kolom. En je moet dan hier, moet je dan injecteren zo meteen. En hier wordt het gedetecteerd. En dan is het zo dat, dan gebruiken we daarvoor aanstekers. En sommige aanstekers, dat zijn mengsels. En als het goed is, komen er al verschillende pietjes uit. Dat zijn mengsels van ethaan, propaan, methylpropaan en butaan. En ze komen er verschillend uit, omdat sommige gassen lossen makkelijker in de lucht op of minder goed. En sommige die binden beter aan de kolom, dit ding, dan andere gassen. Dus als je ze hier tegelijkertijd erin doet, komen ze er één voor één eruit. Die worden dan gedetecteerd en dat kan je dan op je computerschermen zien. Science Workshop. Klik en sleep de analoge sensorplug icoon naar deze. Die spanningssensor. Een analoge sensor, klik op OK. Klik op meetvoorwaarden, dat is deze. Stel in op snel 2 Hz. Hij staat op snel. Dus ik kies startconditie, kanaal A, 4 Hz toenemen. Startconditie, kanaal en dan A. Kanaal A, het zal wel analoog zijn. Toenemen. En dat 4,00. En dan op OK. Kies stopconditie tijd 3500. Tijd 350 seconden. Klik en sleep 12,3 digitale naar, die moet je daar naartoe slepen. Plaats de meter net onder het interface venster tegen de linkerkant van het scherm. Zo. Ja, deze moest het nog maximaliseren, als ik vergeten. Klik en sleep grafiek. Dat is de grafiek. Een verkleinend interface venster. Deze moeten we hier in de benedenhoek, rechter benedenhoek van het werkveld zetten. Dus hier zo. De grafiek gaan vergroten door de linkerbovenhoek te slepen tot aan het werkvenster. Klik op opnemen. Voor de proef om de meetgegevens te kunnen registreren. Dus hier. Nou, ik zal het nu op opnemen. We beginnen met de rode aansteker. Dan de injectienaald en de beschermhuls eraf. Nou, deze indrukken tussen. Gas opzuigen. Dan laat je het langzaam weer uitstromen. En dan nog een keer en dan tot 0,2 milliliter. Dat is nu. En nu meteen de injectienaald met de huls erop.
spuit erin. Ik drukte op de startknop. Toen drukte ik de spuit in. En je had een beetje spanningsverandering. Alleen 0,2 is niet zoveel spanning. Maar dit ding voel je trillen. Dus die pomp die werkt. Die dus lucht door die kolom heen pompt. En dan wordt het gas meegenomen. En kijken of er ook pietjes uit gaan komen zoals de bedoeling is. Ja, die gaat erop lijken. Kijk. Dit is het echte werk. Stijging. Dat is een mooie piet. Je ziet ook hier die spanning oplopen. En weer terugzakken. En daar komt de tweede piek. Alleen die loopt nou eventjes van het beeld af. Nou, dat was run 1. Ik zal het nog een doen bij deze gele aansteker. Dan heb ik weer hier op. Injectiesnel doen we in de houder. Die halen we eraf. Nou gaan we eerst de spuit spoelen met dit nieuwe gas. Deze indrukken en dan tot 0,02. Snel dit erop. Hier ruikt het wel. Gasleur. Even kijken. Of een spanningsverschil zien. Nou, nu de derde spuit. En dan druk op de startknop, spanning, boom, spuit leeg. Nu gaan we de gegevens verwerken. Klik in het grafisch venster op deze. Rijd de grafiek uit met twee grafieken door deze te klikken. Analoog spanning. Klik op de bovenste grafiek op data. Run 1. En met het minst grafiek data run 2, run 3 weg. En daaronder zit dan weer run 3. Doen we dan nog een keertje. En dan doen we alle runs onder elkaar.
zie je dat ze best goed overlappen. Klik op deze om de grafiekjes optimaal mogelijk weer te geven. Hierop klikken. Een beetje inzoomen. Zo, je ziet dat al die aanstekers een beetje dezelfde hoeveel gas ongeveer hebben. ACG3 heeft iets meer propaan.